Meneer Baudet, complot over waar ze gestudeerd heeft vind ik echt niet gepast. St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat verder. En dat is waar de Britse geheime dienst mensen recruteerde. Dat is een gegeven. Dat kan iedereen opzoeken. Ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet nu weglopen. Ik wil aan de heer Baudet vragen om de woorden die hij net gericht heeft aan de minister van Financiën terug te nemen. Ja, dat is mijn verzoek aan u, meneer Baudet. Ik heb helemaal geen woorden gericht aan de minister van Financiën. Ik heb gezegd dat er een versmelting is ontstaan in de jaren 70 en 80 tussen aan de ene kant marxistische universiteiten en aan de andere kant overheden. En een schoolvoorbeeld van die versmelting is het elitaire St. Anthony's College, waar de Britse overheid jarenlang haar top officials heeft gerecruiteerd. Overigens is dat precies het college waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft. Dat is wat ik heb gezegd. Ja. Hoe kan iemand daar aanstoot aan nemen? Het is absurd wat hier gebeurt. Maar ik ontneem u het woord. U mag niet meer meedoen aan de praatslaging vandaag. Hè?